Ja, dat hoor je nog wel eens. Dat mensen zeggen dat ze echt wel geloven, maar dat het niet werkt. Zulke mensen merken ook nooit of het wel waar is wat ze geloven. Hoe zal dat komen, dacht je? Nou, daar gaan we het vanavond over hebben. Want het is natuurlijk erg vervelend als je nooit wat merkt van de Heer Jezus. Weet je waarom? Als je nooit wat van de Heer Jezus merkt, dan is het voor anderen heel gemakkelijk om je wijs te maken dat het allemaal maar onzin is wat je gelooft. Maar als je zelf gemerkt hebt dat de Heer Jezus er is en ook van jou houdt, dan sta je sterk en dan kunnen anderen je niks meer wijs maken. Goed, de vorige keer hebben we het ook al over het geloven gehad. Weet je het nog? We hebben toen gezien dat er twee soorten van geloven zijn. Geloven kan betekenen niet zeker weten, maar het kan ook betekenen zeker zijn van iets wat je niet ziet. In het verhaaltje over Bas en Barbara kon je het verschil tussen die twee soorten geloven toen goed zien. Toen Barbara aan Bas vroeg of de achterdeur wel op slot zat, zei hij: "Ik geloof het wel." En daar bedoelde hij mee: "Ik weet het niet zeker." Dat is dus het eerste soort geloven. Niet zeker weten. Maar Barbara wilde het natuurlijk wel zeker weten. En daarom ging Bas maar even kijken voor de zekerheid. Toen Barbara even later hoorde dat alles in orde was, kon ze rustig gaan slapen. Want toen wist ze zeker dat de deur op slot zat. Niet omdat ze het zelf gezien had, maar omdat ze het geloofde. En dan betekent geloven zeker zijn van iets wat je niet ziet. Dat is dus een heel ander soort geloven. En dat is dan meteen het eerste punt waar je op moet letten bij het geloven in de Heer Jezus. Dat het niet van het eerste soort is. Het niet zeker weten, want daar heb je niks aan. Het echte geloven is zeker zijn van iets wat je niet ziet. Dan ga je ervan uit dat de Heer Jezus er is en dat het waar is wat hij zegt. Maar dat is niet het enige. Je moet er niet alleen op letten hoe je gelooft, maar ook wat je gelooft. En dat is dan het tweede punt wat je in de gaten moet houden. Er zijn namelijk mensen die zeggen dat dat helemaal niet zo belangrijk is. Wat je gelooft is niet belangrijk, zeggen ze, als je maar echt gelooft. Nou, dat is natuurlijk onzin. Want je kunt geloven wat je wilt, maar als het niet waar is wat je gelooft, dan werkt het niet. Wat je gelooft moet waar zijn. Anders zit je jezelf alleen maar voor de gek te houden. Dat is in het gewone leven ook zo. Kijk maar eens naar Bas. Kijk nou eens, zegt Barbara verbaasd. De suiker is alweer op. Gisteren heb ik de pot nog vol gedaan. En nu is die alweer leeg. Hoe is het mogelijk, zegt Bas van achter zijn krant. Ja, zeg dat wel, zegt Barbara. Meneer weet natuurlijk van niets. Het zullen de kaboutertjes wel weer geweest zijn die van de suiker hebben gesnoept. Och joh, antwoordt Bas. Maak je toch niet zo druk over een lege suikerpot. Misschien heb je je wel een paar dagen vergist. Doe maar gauw weer vol. Eigenlijk zou ik toch eens een maniertje moeten bedenken om het Bas af te leren om zoveel suiker te gebruiken, denkt ze. Zelf gebruikt ze niet zoveel. Bang voor de lei natuurlijk. En het is nog slecht voor je tanden ook. Maar Bas, als je die zijn gang laat gaan, dan drinkt hij suiker met thee in plaats van andersom. En als die pap eet, zou die er het liefst de halve suikerpot overheen strooien. Wacht eens, denkt Barbara plotseling. Ik weet wat. Vlug doet ze de suiker weer terug en vult de pot uit een andere zak. Zo, mompelt ze met een beetje leedvermaak. Eens kijken hoe dat werkt. Bas, zegt ze even later, hier is je thee. Hé, heerlijk, zegt Bas, die nog steeds in zijn krant verdiept is. Daar ben ik net aan toe. En hier is de suiker, zegt Barbara. En ze zet de volle pot voor alle zekerheid maar zo dicht mogelijk bij Bas zijn thee. Nou, je begint het te leren, zegt Bas goedkeurend. Och, zegt Barbara met een ondeugend lachje. Iedereen krijgt zo wat hem toekomt. Ik gun het je van harte, hoor. Ze ziet hoe Bas drie grote scheppen in zijn thee doet. En kijk dan maar gauw de andere kant uit. Bas maakt daar handig gebruik van. Want als hij ziet dat ze niet meer kijkt, neemt hij gauw nog drie scheppen. Zo, denkt hij bij zichzelf. Dat zal smaken. Daar is hij zeker van. Totdat hij zijn eerste slok neemt. Hij weet niet hoe gauw die bij de kraan moet komen. Vreselijk, wat een smaak. Zo zout heeft hij het nog nooit gedronken.
Nu snapt hij meteen ook waarom Barbara zo vriendelijk was om de suikerpot zo dichtbij te zetten. Was je thee zoet genoeg, Bas? Vraagt Barbara onschuldig als hij weer binnenkomt. Nou, je had me goed te pakken, zeg, antwoordt Bas. Jongen, wat smaakt zoiets vies. Geef hem maar gauw een goed kopje thee. Met suiker? Vraagt Barbara. Graag, zegt Bas. En de hoeveelheid laat ik aan je eigen beleefdheid over. Kom dik voor mekaar, zegt Barbara. En even later moet Bas toegeven dat een kopje thee met maar 2 schepjes suiker toch ook wel heel erg lekker kan zijn. En het is nog gezonder ook. Nou, als ik in Bas' schoenen stond, zou ik voortaan maar rietsuiker gaan gebruiken. Dan kun je het verschil tenminste goed zien. Want zout blijft zout, hoor. Ook al geloof je nog zo vast dat het suiker is. Maar zie je nou hoe belangrijk het is dat de dingen die je gelooft ook werkelijk waar zijn? Anders gebeuren er rare dingen. Bas geloofde vast dat er suiker in de pot zat. Hij twijfelde er geen moment aan. Dat is dus het goede soort geloof. Maar wat hij geloofde was niet waar. En wat voor gevolg dat had, heb je kunnen zien. Zo is het nu ook met het geloof in God en de Heer Jezus. Het moet waar zijn wat je gelooft. En daarvoor moeten we bij de Bijbel zijn, hebben we de vorige keer gezien. Weet je het nog? God die het leven gemaakt heeft en de Heer Jezus die dat leven zelf als mens geleefd heeft, hebben door mensen die hem kenden en ook zijn manier van leven hebben geleefd, die Bijbel geschreven. Ze wisten dus precies wat het leven was. Bovendien zijn er veel mensen, en daar hoor ik zelf ook bij, die de Bijbel gebruiken en die je uit eigen ervaring kunnen vertellen dat het werkt wat erin staat. Daarom kun je ook rustig geloven dat wat in de Bijbel gezegd wordt, waar is. Je kunt erop vertrouwen. Goed, je weet nu dus hoe je moet geloven en ook wat je moet geloven. Maar wat dacht je, zou dat nu voldoende zijn om er iets van te gaan merken? Nee hoor, we zijn nog 1 ding vergeten. Kijk nog maar eens even naar Bas. Je ziet natuurlijk wel wat er aan de hand is. Door al die suiker is het nu toch zo ver gekomen dat er een paar kiezen vervelend beginnen te doen. En als je zelf wel eens kiespijn hebt gehad, weet je precies wat Bas op dit moment doormaakt. Maar heeft hij dan geen tandarts? Jazeker, een hele goeie. Bas gelooft zelfs dat het de allerbeste is uit de hele omtrek. Daar is hij zeker van. En het is nog waar ook. Dus hij gelooft het echt. En wat hij gelooft is ook waar. Maar gaat daardoor zijn kiespijn over? Natuurlijk niet. Hij zal zich toch ook aan de goede zorgen van de tandarts moeten toevertrouwen. En zich door hem laten behandelen. Anders gebeurt er nog niks. En zo is het ook weer met het geloof in de Heer Jezus. Je moet er niet alleen zeker van zijn dat hij er is. En geloven wat er over hem in de Bijbel staat. Maar je moet je ook aan hem toevertrouwen. En je door hem laten behandelen. En dat is dan het 3e punt waar je op moet letten. Bij echt geloven hoort ook doen. Zonder doen is het geloof dood, staat er in de Bijbel. Dan werkt het niet. Nou, heb je het allemaal een beetje kunnen volgen? Ik zal die 3 dingen waar je op moet letten nog eens even op een rijtje zetten. Als je echt wilt merken dat de Heer Jezus er is en ook van jou houdt, zorg er dan in de eerste plaats voor dat je op de juiste manier gelooft. Ja, zo. In de 2e plaats moet je alleen maar geloven wat echt waar is. En wat er in de Bijbel staat. En niet wat de mensen er allemaal van gemaakt hebben. Alleen wat je in de Bijbel over de Heer Jezus vindt, is echt betrouwbaar en waar. En in de 3e plaats hoort bij echt geloven ook doen. Je moet de Heer Jezus voor je laten zorgen. En je door hem laten veranderen, zodat je graag gaat doen wat hij zegt. En wanneer deze 3 dingen in orde zijn, dan zul je vanzelf gaan merken dat het werkt. Weet je wat iemand eens heeft gezegd? Wanneer je in de Bijbel leest wat er staat, en je gelooft wat er staat, en je doet wat er staat, dan zul je ook gaan ervaren wat er staat. En zo is het. Ik hoop dat jij dat ook zult gaan merken.